Goedemiddag allemaal. We hebben dat jaarlijkse warmtecongres, een nationale warmtecongres, klinkt altijd heel, heel groot. Vorig jaar waren we ook bij elkaar, waren we in, volgens mij in Nijmegen, bij Jan thuis. En toen had ik een plaatje gemaakt over ontwikkelingen die vorig jaar gaande waren. En het was een soort opmaatje van, nou, er is een hoop aan het veranderen. En wie weet waar we over een jaar staan. En, maar er is in ieder geval, er komt urgentie langzaam maar zeker op het onderwerp warmte. Dat merkte je vanochtend wel. Als je het even terugkijken op vanochtend. Bert de Vries zei dat net niet helemaal, maar ik krijg wel het gevoel dat hij eigenlijk zou willen zeggen, beste mensen, in 2035 is er gewoon geen aardgas meer voor woningen. Hij durft dat niet op te zeggen, op te schrijven, op te zeggen. Ik snap dat wel, dat dat zo is. Maar je moet je voorstellen dat dat gewoon gezegd wordt. Dan ben je vervolgens met een warmteproject bezig, vanuit de gemeente, vanuit de verantwoordelijkheid, vanuit marktpartijen. En dan ga je met klanten in gesprek, vanuit een notie, vanuit een kader. We hebben nog 20 jaar de tijd om iets anders te bedenken. Als dat de kader is waarin het gesprek aan gaat, is het totaal anders dan nu. Als je nu niet oplet, gaat het over geld. Duurzaamheid nemen we allemaal voor niks mee, dat vinden we allemaal prima. Maar dat is wel wat er anders aan het worden is op dit moment. Dus nadenken, en misschien gaan we dat volgend jaar of het jaar daarna een keer hard zeggen, dat het 2035 is, maar het helpt wel. Ik was bij Netbeheer Nederland afgelopen maandag, daar zeiden ze dat ook eens. Stel je voor dat we dat eens gaan zeggen, wat gebeurt er dan? Dat is nogal wat, hè, voor netbeheerder die heel veel geïnvesteerd heeft in gasnetten. Die over het nadenken is, als dit dan waar is, voor hun is dat langzaam zeker in realiteit aan het worden, dat het anders wordt. Nou, dat is één ding wat anders is, denk ik, dan vorig jaar. Het tweede wat nu begint duidelijk te worden, is iemand is aan zet. Het onderwerp wat we hebben, allerlei stakeholders moeten van alles nog wat doen. Maar wie is aan zet? En langzaam begint de notie te komen dat de gemeentes en de provincies aan zet zijn. Dat is eigenlijk vreemd. Hè? Als markt zeggen wij, jullie zijn aan zet. Waarom? Er moeten fundamentele besluiten worden gemaakt. Er moet gewoon bedacht worden, wat gaan we doen? Gaan we in dit gebiedje, gaan we daar all-electric doen? Is dat nog heel verstandig om op gas te houden? En daar gaan we met warmte doen. Iemand moet dat besluit nemen. Dat kun je technocratisch nemen. Maar we hebben allemaal de behoefte om daar iemand voor te vragen die een legitimiteit daaraan kan geven. Via een publiek proces, via een democratisch proces. Dat is erg interessant. Natuurlijk moet iedereen wel informatie aandragen en eraan bijdragen en zorgen dat goede besluiten worden genomen. Maar het is mooi dat de gemeente gaat doen. Twee redenen, legitimiteit, misschien wel drie. Het tweede is, een gemeente kan ook, is gewend met belangenafwegingen om te gaan. Want eigenlijk gaat het eigenlijk om een integrale afweging. Het gaat niet om wat kost herinvesteren, maar ook waar ga ik naartoe en wat is mijn ambitie, wat is mijn beleid. En ik zei, dit zijn twee redenen. Waarom ik denk dat een gemeente uitstekend geschikt is om die keuze te maken. Dat hoor je nu op steeds meer plekken. Gemeentes zijn ervoor aan zet. Vandaar dat het ook een mooi gezelschap is om erover na te denken. Waarover gesproken wordt een beetje is het marktmodel. Daar beginnen we een beetje aan te ruiken. Dat begint zo niet uit te kristalliseren. Er zijn allerlei varianten over. Daar hebben we nog de komende maanden over om dat verder over te gaan. Maar ik vond eigenlijk het missende gesprek vanochtend, de grote roze olifant in de kamer, is geld. We hebben allemaal het gevoel dat we moeten gaan, dat de markt ligt in de bestaande bouw. Dus dat we bij mevrouw Janssen moeten aanbellen en uitleggen dat de ketel weggaat. Misschien pas over 10 jaar, 2035. Maar dat het een keer gaat gebeuren. En hoe overtuig je mevrouw Janssen? Natuurlijk vindt ze het heel fijn, die mevrouw vanochtend, om iets met duurzaamheid te doen. Maar het gaat ergens ook over geld. Nou, ACM heeft van de week, of vorige week, de resultaten bekendgemaakt van het rentabiliteitsonderzoek. En wederom is gebleken dat de marges gewoon marginaal zijn in de keten. Dat is de realiteit. Marges zijn marginaal. Dus wil je iemand een voordeel kunnen bieden, moet er ergens geld gekomen. En dat is waar we nog over na moeten denken. Ga ik nu niet oplossen, alle ideeën over waren. Dat is wel een gesprek wat we nog aan moeten gaan. Welk gesprek gaan we ook aan? Dit is over dit initiatief. Oh, verkeerde knop. De minister heeft een warmtevisie geschreven. Waarin hij heeft gezegd, ik heb behoefte aan een rekenmodel. Een rekenmodel om allerlei effecten door te gaan zitten rekenen. We zijn toch een technocratisch land. We laten beleidskeuzes graag stevig onderbouwd doen. En de minister heeft gezegd, ik heb een rekenmodel nodig. Om allerlei integrale business cases door te gaan zitten werken. Ik heb een monitor, kan ik belezen. Maar heel belangrijk is, dat staat niet zozeer in die warmtevisie. Maar wat hij eigenlijk ook bedoelt, dat merken we ook. Het gaat niet alleen om gebiedsoplossingen. Het is collectieve systeem. Maar het gaat ook natuurlijk om gebouwoplossingen. Begrijp ik, kan ik een model maken om alle effecten, waar we het over hadden, geld, een MKBA-analyse die gemaakt worden om die voor elkaar te krijgen. Er is een MICE-kernteam, Multi-Actor Impact Simulatiemodel.
Een team is daarvoor gevormd dat daar aan het werken zit. Heel belangrijk, er zitten 3 ministeries aan tafel. Die mee gaan praten zijn over de ontwikkeling van zo'n model. De banken zitten erbij. Waarom? Dirk-Jan, ben je er? Is er niet? Hij geeft de man die het meehelpen aan de tafel. Heeft mee zitten bedenken, leven initiatiefnemers ervan. Die een ervaring had vanuit een andere sector. Uit de automobielindustrie, de bijtelling van al die bijzondere auto's, 15, 20, 22, 5%. En wat ze daar gedaan hadden, was samen met de overheid een model maken. En op vrijdagmiddag was er een keer in de ministerraad besloten, februari dit jaar. Zo gaan we het doen. En op maandag, dan was de branche, de RAI, de BOVAG en allerlei andere partijen waren het er niet mee eens. En op maandag hadden ze een tegenvoorstel gedaan, wat toen geaccepteerd is door de minister. 3 dagen tijd over het weekend heen. Hoe kan dat? Omdat ze een nagedacht hebben, wat zijn de effecten die het overheid wil bereiken? Wat is het middel wat ze gebruikt hebben? Een bepaalde indeling van al die belastingtarieven. Ze zijn met een alternatief gekomen, wat dezelfde impact had. Misschien lagere kosten, ik weet het niet. Maar ze gebruikten ervoor dat rekenmodel, wat dezelfde taal had, wat geaccepteerde uitslagen had voor alle partijen, want ze hadden samengemaakt. En daardoor alleen maar op inhoud beoordeeld hoefde te worden. Als we dat was voor mij het killer argument. Als we dat konden maken voor de warmtesector, gebouwen en gebiedsoplossingen, dan hebben we misschien iets. Warmtenetwerk zit op tafel, Warmtebureau Warmtekoude Zuid-Holland en EDES. En tenslotte hebben we, ze staan apart, maar eigenlijk integraal deel van het team, de projectleiding vanuit de RVO en PBL. Want we zullen zien dat we een bestaand model gebruiken. Het doel. Wat ik net al even aangegeven heb. Het gaat om. We hebben vorig jaar bijvoorbeeld geconfronteerd met de precario-discussie speelt. Je hebt 5 ministeries die zijn bezig met maatregelen. Ministerie EZ, overheidsbeleid, financiën, met het gaat over energiebelasting. Je hebt BZK, die met bouwnormen bezig is. Je hebt INM, die gaat over de normen, over het ruimtelijk beleid. En voor mij is ook niemand verantwoordelijk voor precario. En dan gaat iemand zeggen vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, het ministerie, ik ga iets met precario doen. Prima. Maar het heeft behoorlijk effect op al die ketens. En als 5 ministeries dat doen, en wie heeft er nog de coördinatie? Wie rekent nog even door wat er aan de hand is? Wij hopen door het model te bouwen met elkaar, dat er van tevoren wat integraler wordt nagedacht. Dat we eventueel wat alternatieven kunnen komen. Lex, is de context die ik wilde brengen.